Welkom allemaal bij de inspiratielezing van Fluxus Zaanstad. Fluxus biedt het podium aan de amateurkunst en vandaag worden we geïnspireerd. En dat zal gedaan worden door Marco Bakker, fotograaf. En hij heeft zich helemaal verdiept, maar ook, ik denk wel verloren wil ik zeggen, maar dat is een beetje een romantisch woord in Valley Myers. Wij doen onze inspiratielezingen normaal met publiek, wat heerlijk is, want die stellen ook allemaal vragen tussendoor. Maar vandaag doen we hem online. En we zijn op een bijzondere plek. We zijn in podium De Flux, waar normaal, eigenlijk waar wij zitten, staat een band te spelen. En in de zaal staan mensen te dansen met een biertje in hun handen. Maar vandaag doen we er een lezing. En hopelijk alle andere dingen gauw weer in het echt. Marco. Een jaar geleden ongeveer, voor de lockdown. Langer dan een jaar geleden, zat je bij mij thuis aan de koffietafel. En hadden we eigenlijk een soortgelijk gesprek. Ja. En we weten eigenlijk niet precies hoe we bij elkaar zijn gekomen. Nee. Nou, ik denk dat het... Ik kwam mijn boek brengen. Ik heb een boek gemaakt over Valley Myers. Daar gaan we straks van alles over vertellen. Ja. Maar ik heb een boek gemaakt, Running Before the Wind. En jij bestelde het boek. Ja, en ik kwam het boek brengen, want ik... Ik vond het bijzonder, Valley Myers was een Australische en het boek heb ik ook voornamelijk in Australië verkocht. En er waren wat andere mensen in Europa, in Amerika en in Zaandam was ook een mevrouw die het boek kocht. Dus ik vond, ik was wel benieuwd wie dat dan was. Dus volgens mij heb ik gebeld en gezegd van zal ik het boek komen brengen en zo. Kwam ik bij jou aan de keukentafel. Ja, precies. Ik dacht, hé, dat is leuk. Een fotograaf die langskomt, dat doen we gewoon. Ja. En we gaan vandaag praten over Valley Myers. En je hebt haar ook bezocht. Maar we gaan ook hebben over waar jouw inspiratiebron vandaan komt. En daarin beginnen we eigenlijk ons gesprek met dat je ons meeneemt naar Edam. En daar ontmoette je iemand of zag je iemand. Ik woonde in Edam. Of ik woon nog steeds in Edam, maar ik ben daar ook geboren. Het is mijn geboortestad. Het is een stad. En ik denk dat ik een jaar of 10 was en toen kwam Ed van der Elske in Edam wonen. En Ed van der Elske was in die tijd ook al een beroemde fotograaf. Het was duidelijk dat voor mij als jongetje dat hij een heel ander leven leed dan het leven wat ik leidde bij mijn ouders. Was heel beschermd en liefdevol, maar het was ook wel... burgerlijk. En het was duidelijk dat Ed, die leefde anders. Het was een ander soort leven. Hij reisde en hij kwam overal en hij maakte foto's voor Avenue. Dus als kind vond ik dat heel fascinerend. Dacht ik van, misschien moet ik ook wel fotograaf gaan worden. Ja, en je noemt nu wel een paar lekkere woorden achter elkaar. Hè? Je hebt het over burgerlijk. Maar we hebben het nu over Ed van der Elske, straatfotograaf voornamelijk. En van het rauwe werk. Tijdens zijn werk hoorde je hem ook wel opmerkingen maken in zijn films. Ja, hij was heel erg aanwezig tijdens zijn, tijdens zijn werk. Maar Ed, jij zag deze fotograaf, zag je als jonge jongen, hè? En wat deed je toen je hem zo zag? Wat deed dat met jou? Ja, ik vond dat fascinerend. En ik dacht, misschien wil ik ook wel een beetje zo'n soort leven gaan leiden. Ah. Dus het was een soort opening naar een ander leven dan een ander leven. Wat ik tot dat moment had. En ik zag dus dat de fotografie misschien wel een middel was om dat te bereiken. Om dat leven te leiden. Ja. Hey, en zo Ed van der Elske, die was in Parijs, neem ik aan? Nou ja, Ed is inderdaad, die is in... ik denk zo 1948 begonnen met fotograferen. En toen is hij, begin 50 jaar, is hij naar Parijs vertrokken. En daar heeft hij gefotografeerd. Hij belandde in een groep jongeren in die tijd. Die vrij donkere groep mensen, duister. Was vlak na de Tweede Wereldoorlog. En het was een sombere tijd. Ja. En hij belandde in een groep mensen waar dat ook... ze leefden op straat was geen geld een groep jongen. Drank en drugs. Ja. En het was een sombere... Maar een groep jonge kunstenaars en schrijvers en dichters? Ja, een groep van alles. Alles, vagebond. Parijs was toen een beetje de place to be. Er waren ook meer Nederlanders die erheen gingen. Simon Finkenoog, die was er. En Rudy Kausbroek. Dus Parijs was een beetje
the place to be. Dus Ed ging in begin 50 jaren naar Parijs en belandde in die groep mensen en ging het fotograferen. En uiteindelijk heeft hij daar een boek over gemaakt. Dat is een fictief boek. Je kan, zou kunnen zeggen, het is een fotoroman. Ja. Hij heeft die foto's die hij gemaakt heeft gebruikt om een fictief verhaal te vertellen. En de hoofdrolspeelster in dat boek was Feli Meijers. Ja. En ik kwam erachter, want ik wist hij was fotograaf en ik vond het interessant. Maar als jongetje wist ik niet wat hij nou precies deed en wat hij nou eigenlijk, wat dat nou allemaal inhield. Dus ik ben me gaan verdiepen. En heel toevallig, na een paar jaar, ik ging fotograferen. Ik ging mijn eigen filmpjes ontwikkelen. En ik was hard op weg om een echte fotograaf te worden. En toen won ik een fotowedstrijd. En toen kreeg ik dit boek, won ik. The Picture History of Photography. En daarin stond een verhaal over Ed. Ed van Elske, Storyteller in Photographs. Ja. En daarin stonden foto's van... Dat was voor het eerst dat ik foto's van Feli Meijers... Ik wist toen nog niks van dat boek nee. En van dat... En ik kwam die foto's tegen. Dus ik kwam Feli Meijers tegen. En dat, dat was voor mij nog weer een extra stap. Een soort fascinatie voor die vrouw en voor de foto's. Ik kende de foto. Ik zag die foto's en ik was daardoor gefascineerd. En Ed ontmoette Feli dus... In Parijs, hoe oud waren ze toen beide? Ze waren toen... Feli is Australische. Ze woont in Melbourne. Ja. En ze was danseres. En ze is op de 19e is ze... Een beetje vanuit hetzelfde verhaal, denk ik. Dat Parijs was toen... Ze trokken naar die plek toe. Dus ja. zij wilde ook de wijde wereld in. En ook weg uit haar burgerlijke bestaan. Ja. Dus zij is de boot gestapt. En ze is naar Parijs vertrokken. En ze is ook, net als Ed, in die... groep mensen beland. Ja. Als danseres, ze was in eerste instantie danseres. En ze is ook heel snel gaan tekenen. Ze heeft zich daarna eigenlijk meer als kunstenares ontwikkeld. Ja, ja, ja. Maar dat wist ik allemaal nog niet. Nee, toen, nee, het begon voor jou daar. Dus ik zag die foto's in dat boek en ik was later... maar er kwam nog een ander boek uit. Ik ben fotograaf, dus ik vind het leuk om... foto's en plaatjes te laten zien. Ga je gang. even kijken. Dit boek, dat kwam... I Love You kwam... ik denk 77, maar ik weet het niet. Maar dat kwam op een gegeven moment uit. Het was een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. En daarin was een recentere foto van Feli. Ja. Ik zal hem even opzoeken. Ah, we zijn wel blij dat je je halve boekenkast mee hebt genomen. Ja, ik denk, kijk, deze foto, die... Wauw. Dat is een recentere foto en dat triggerde mij nog meer. En Ed schreef erbij, manifestatie tegen stomme, lelijke, onwaardige toestanden kan op veel manieren. Politiek, guerrilla, massabewegingen. Maar je kunt ook in je eentje als een opvallende, uitdagende flash door het leven gaan. Als baken, een dol herkenningspunt. Dat doet bijvoorbeeld Feli Meijers, Australische artiesten... opgeschilderd, getatoeëerd, mensen irriterend, mensen inspirerend. Ja. En dat was voor mij nog een dat extra trigger dat ik dacht van ja dat, hier dat, moet dat, ik wat mee. Ja, ja. En het gekke is dat ik heel lang, ik ging fotograferen, ik werd ook fotograaf en ik heb Ed gefotografeerd. En ik heb eigenlijk, dan ben je met je leven bezig. En Feli kwam een beetje... Ja, ik ben daar heel lang niet mee bezig geweest. En het kwam eigenlijk pas nadat Ed overleed, kwam er een... Ja, ik kan het nog een boek laten zien. Kwam er een boek uit wat na zijn overlijden is verschenen. Dat was dit boek. En daarin werd Anneke Hilhorst, zijn weduwe, die heeft het boek samengesteld. En die schreef in het voorwoord... schreef ze hoe het ontstaan was. En dan zegt ze van, dit boek is een hommage geworden aan Ed. Een hommage aan de gefotografeerde. Een hommage aan de liefde. Dankjewel Ed. Dankjewel geportretteerde. Dankjewel Anton Beke. Dat was de vormgever van het boek. Uitgever Jaap Jansen. Dankjewel Flip Bol en Eline van de NFA. Dankjewel Feli Meijers. En alle anderen die meegewerkt aan het boek. Maar ze hebben bedankt. Dankjewel Feli Meijers. En dat was voor mij een trigger dat ik dacht...
ze leeft nog, want ik kende de foto's uit de 50 jaren, yeah, en de recentere, maar ik had er nooit echt bij stilgestaan dat ze nog zou leven. Dat ze nog in leven was. Door, ja, dit boek werd ik getriggerd dat ik dacht van ze leeft nog en misschien moet ik er wel opzoeken. Dus ik heb Anneke gevraagd van hoe zit dat? En Anneke zei van ja, ze woont in Italië. En ik heb een telefoonnummer en een adres, dus je kan contact met haar opnemen. En ik zie dit zo voor me. En toen had je dat telefoonnummer. Maar dat is nogal ja, wat. Ja, nou, ik heb een brief geschreven. Oh, ik heb, je hebt eerst een brief geschreven. Ik heb in eerste instantie een brief geschreven. Dus, ja. En er waren twee adressen. Er was een adres in Italië en er was een adres in Australië, Melbourne. Ja. En ik heb naar alle twee adressen een brief geschreven. En ja, toen afgewacht. En uiteindelijk heb ik gebeld. Heb ik naar Italië gebeld. En toen kreeg ik Gianni aan de lijn, Gianni Menicetti. Ja. En die zei van ja, ik weet, er is een brief hier gekomen. En Farid die zit in Australië, maar nou ja, we kunnen wat afspreken. We kunnen wat afspreken. Ja, dus nou, dat was spannend. En hoe zat je toen aan die telefoon? Dat je dacht van, oh jee. Ja, ik dacht van, ja, nee, dat ik moet hierheen. Dat moeten we doen. Ik moet erheen, ja. Dus ik heb... ik heb het gecombineerd met mijn vakantie. Het was onder Napels, Positano, dus Zuid-Italië, de Amalfi-kust. En ik dacht, nou, ik ga het combineren met mijn vakantie. Dus met het gezin, met vrouw en twee kinderen, zijn we met de auto naar Zuid-Italië gereden. En naar Positano. En welke jaren hebben we het nu over? Wat is dit? Het was in 1999. 1999, kijk. Ik weet het nog, want Gianni die... ik wist niks van Gianni, maar ik had hem aan de telefoon gehad. En ik had met hem een beetje de afspraken gemaakt. En hij had gezegd van... dan en dan is Fari er. Fari had ik trouwens ook gesproken. Maar ze zou er zijn. En ik had er in Australië gebeld. En ik had een afspraak. En... Ik kwam daar, maar ik kende hem dus niet, maar nou ja, ik had een afspraak, dus we gingen naar Gianni. En dat bleek ook een dichter en een kunstenaar te zijn die ook tekeningen maakte. Ja. En ik herinner me nog dat hij had een dichtbundel en hij signeerde dat voor me. En toen zei hij van, gelukkig kan ik nu nog 1999 dateren. Ah, ja, want mooi. 2000, dat vind ik helemaal niks, dat lijkt me helemaal niks, zei hij. Het is een... Ja, hij profileert zich ook als een ouderwetse man, Fali eigenlijk ook, die eigenlijk misschien wel liever in een andere tijd waren geboren. Ja. Dus ik weet nog heel goed dat hij zei van, gelukkig is het nu nog 1999. Maar we kwamen daar en Fali die was er niet, maar die zat nog in Australië. Als een echte kunstenaar, ze was er gewoon niet. Ze was er niet, nee. Dus wij zijn, maar het was heel gezellig bij Gianni, hij woonde in de Valley. Even buiten Positano. Ja. En dus je moest met de auto. De Amalfi-kust, ik vind het de mooiste kust van Italië. Dus dan rij je met je auto met allemaal bochtige weggetjes. En dan kom je in Positano en dan moet je eigenlijk door Positano. En dan buiten Positano moet je ergens een plek, moet je auto parkeren. En dan moet je, dan loop je de vallei in. Ja. En dan... Met vrouw en twee kleine kindjes? Ja, we hadden beneden afgesproken. Want okay. Ik wist natuurlijk niet waar we de vallei in moesten. Dus yeah. We hadden een plek afgesproken dat ik dacht, hier moet het ongeveer zijn. En het gekke was dat ik liep te zoeken. Ik had de auto geparkeerd en mijn vrouw en kinderen zaten in de auto. En mijn vrouw die keek, die zat in de auto te wachten. En er passeerde iemand... En Gianni zei later, we gave each other an intense look and we immediately knew who we were. Ah, kijk, dus mijn vrouw wow. die keek hem aan en Gianni keek haar aan. En ze dachten van ja, dit... ze hadden een moment, dat was Gianni. Ja. En die heeft ons meegenomen naar boven, naar de vallei. En daar, dat was hun woonplek waar ze woonden met, ik schat... 30 honden, 20 zo. Katten, een varken. En midden in de ruwe natuur, hè? In het was ruwe niet zomaar natuur. Een vallei. Ja, ja, ja. Het was nee, echt het is een... echt... Het is, denk ik, je moet vanaf de weg is het een half uur nog de berg klimmen. In. Ja.
klimmen en lopen naar de plek waar ze woonden. En toen waren we daar. Hey, en Gianni, daar praten we nu een beetje over. Maar kan je ook vertellen wie hij nou... Want zij waren geliefden, hè? Hij is daar, geloof ik, en je mag me verbeteren hoor, als 19-jarige jongen... Ja, hij is als 19-jarige is hij bij haar aangekomen, eigenlijk. Ja. En toen is hij daar gebleven. Ze werden verliefd. Hij is daar gebleven. Hij kwam uit hij komt uit Noord-Italië. En hij, als 19-jarige ging hij ook een beetje reizen en op zoek. Ja. En hij kwam in Napels kwam hij terecht. En daar kwam hij iemand tegen en die zei van, ik ken iemand en die vind jij misschien... Hij wilde Arabische talen wilde niet gaan studeren, maar hij was zoekende en hij kwam iemand tegen. En die zei van, ik ken iemand en die vind jij, misschien vind je dat wel interessant. Ja. En ik wil je wel bij haar introduceren. En dat was Fadi. Dus hij heeft de biografie van Fadi geschreven, een memoir. En daarin beschrijft hij ook hoe hij voor het eerst in die vallei komt. Ja. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat iedereen die daar voor het eerst komt. En wat ik ook voor het eerst meemaakte. Hoe dat was als je dan door die vallei echt een soort sprookjesachtige omgeving. Een heel smal pad. En dat leidt dan naar een plek... Waar dan die 30 honden rondlopen en blaffen. En, ja, lekker. En een klein Moors paviljoen waar ze woonden. Dus dat was heel bijzonder. Hey, en je kwam eraan en je ontmoette Gianni. Feli was er niet. We hadden een leuke middag, we hebben gepraat. En ik heb wat foto's van hem gemaakt. Ja. Even te denken. Ik kan hem laten zien. Ja. Nee, ik kan hem niet laten zien, want dit is een ander. Dit is van later. Ik had foto's van Gianni gemaakt. En die heb ik later opgestuurd. Want wij waren op vakantie en we zijn een middagje geweest en we zijn weer doorgegaan. En ik heb na de vakantie heb ik foto's opgestuurd aan Gianni. En toen belde Fabio, die belde op en die had de foto's gezien. En die zei, prachtige foto's. En you can come anytime you want. Toen dacht ik, dat is dan, als zij dat zegt, dan pakken we die dan kans. Moet ik dat doen. Ja. Dus een paar maanden later ben ik er weer naartoe gegaan. En dat soort kansen pakken, is dat echt typisch voor jou? Dat vind ik zeker. Als er een bootje voorbij komt, dan moet je erop springen. Dan en dit was duidelijk een bootje. Je niet mocht missen. Nee, precies, dat moet je dan doen. Dat vind ik inderdaad, dat je... Voor mij is fotografie sowieso iets om mensen te ontmoeten en... eigenlijk, je hebt een alibi. Als jij een goed verhaal hebt waarom je iemand wil fotograferen, dan... Pak je dat moment. Dan met dat verhaal, dan kan je mensen overreden om ook gefotografeerd te worden. En zo kan je eigenlijk... Ik vind dat het mooiste van fotografie. Dat je in principe iedereen kan ontmoeten en iedereen kan fotograferen. Je kan... Hey, en toen, reis 2, toen ging je er ontmoeten. Ja. Neem ons mee. Nou, toen zijn we er, we zijn 2 dagen, toen zijn we met z'n tweeën gegaan, met de kinderen thuisgelaten. Met z'n tweeën naar de valley gegaan. En dan hebben we 2 dagen hebben we met Fali gebivakkeerd. Foto's gemaakt, gedanst, eigenlijk alles. Gedanst ook? Gedanst, ja. Het was heel duidelijk dat voor haar was dansen en... En haar kunst. Ja. Ze bleek dus een kunstenares die hele mooie, fijne, gedetailleerde tekeningen maakte. Met aquarel en inkt. Het zijn tekeningen. Het zijn met inkt en dan ingekleurd. Echt met de ganzenveren ook, hè? Ja. En heel fijn. Het zijn op A4 formaat, niet zo groot. Oh, hele klein, ja. En dan is het heel gedetailleerd. Dus we kwamen daar en ze had een map met haar tekeningen. En ze zei van, this is my life. Ja. En ze zei ook mensen die als je de tekening ziet, ze heeft ook een boek ooit, 1980 uitgegeven met haar tekeningen. En dat zijn hele gedetailleerde en hele bijzondere tekeningen. Ja. Maar ze zegt, mensen die denken dat ik een fantasiewereld teken, maar het is geen fantasie, het is gewoon this is my life. Dat is haar en dat wereld. Zie je ook, daar tekeningen zijn eigenlijk steeds zelfportretten
die ze tekent. Want er komen haar dieren, het mossenpaviljoen, de omgeving, het eilandje waar ze op uitkijken. Alles komt steeds weer terug in die tekeningen. In die tekeningen. En die tekeningen, ik ken ze een beetje, zijn hele bewegelijke lijnen ook, hè? Ja. En je zei, jullie hadden het over dat dansen. Dat beweging en dans en tekenen, dat was echt heel belangrijk voor haar. Kan je ons meenemen hoe dat was om te dansen daar? Hoe zo'n moment met jullie en haar samen waren? Ah, het ging heel natuurlijk, want het was heel... Je merkte, er was een soort klik. Want het ging allemaal heel makkelijk en ging allemaal vanzelf. En we hebben er gewoon 2 dagen zijn we daar geweest. We hebben gegeten, gepraat, gedanst. En ik heb foto's gemaakt. Goed zo. En die foto's? Ja, die foto's. Die foto's zijn gepubliceerd. En die hebben in tijdschriften gestaan. Toen ik terugkwam zijn die... maar ik heb contact met haar gehouden. En zij vertelde ook dat... de muze voor Ed, want zij was de hoofdpersoon in dat... Ja, verhaal van hem. Liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Pré. Maar ze was ook voor andere mensen... Als zij mensen ontmoette... Ze was ook de muze van veel andere kunstenaars ook. Ze kende Karel Appel, ze kende Salvador Dalí en die Warhol. Dat vertelde ze ook. Ik ken die mensen en... En ik heb hun tellen, tenminste, Dalí was al overleden en Warhol, maar Karel Appel leefde nog. Dus ze zei, Karel Appel ken ik, Karel ken ik goed. Als je hem wil ontmoeten, dan ik heb zijn telefoonnummer. Kijk eens. Dus dat was voor mij ook een trick, om daar iets mee te doen. Het is ook, als je, alles wat je doet, heeft ook weer iets anders tot gevolg. En haar ontmoeten was ook heel erg dat ik daardoor ook weer... heel veel andere mensen heb ontmoet. Ja, en andere deuren gingen ook open. Er gingen deuren open. En het verhaal was dat ik wilde laten zien... mensen die door haar geïnspireerd waren... en die hun verhaal te laten vertellen. Ja. En te fotograferen. Dus dat was het idee eigenlijk om daar een boek van te maken. Om die mensen te fotograferen. Dus ik ben na dat ik Vali heb gefotografeerd... heb ik veel mensen ontmoet die ook geïnspireerd door haar waren. Dus Karel Appel, Simon Finkenoog. Debbie Harry in New York. Van Blondie. Had ze deze mensen ook veelal ontmoet in de tijd dat ze in het Chelsea Hotel woonden? Ja, in New York? Nou ja, Debbie wel. En Chris Stein en Ira Cohn, een dichter. Yeah. Die ontmoetten ze in het Chelsea Hotel. Dus ik ging die mensen fotograferen. En toen, in 2003, begin 2003 is ze overleden. Dus ik heb er eigenlijk maar 2 jaar... Yeah. Van de leven meegemaakt. Ik had contact met haar, ik belde en ze schreef veel brieven. En toen ze overleed, toen kwam eigenlijk dat idee om dan die andere mensen te gaan fotograferen. Ja. Werd nog sterker. Dat ik dacht van die moet ik. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb heel veel mensen gefotografeerd. En ik heb. Het idee was om daar een boek van te maken. Ja. Die foto's zijn wel geëxposeerd en gepubliceerd en er zijn wat dingen mee gebeurd. Maar een boek is er. Dat kwam niet. Maar ik had altijd contact met Gianni. Een paar jaar geleden, ik denk 3 jaar geleden, was ik daar weer. En toen praatte ik weer over dat idee voor dat... Dat gaat een zender. Voor dat boek. En toen zei Gianni eigenlijk van... Ja, maar waarom zou je nou eigenlijk dat boek maken over al die andere mensen? Die dan, want Vali, she didn't give a fuck what people thought of her. Vali was totaal authentiek iemand die volledig de eigen gang ging. Die zich niets aantrok inderdaad van wat andere mensen vonden. Zij vond het leven wat zij wilde leiden, zo deed ze dat. En ze liet zich niks gelegen liggen aan wat anderen daarvan vonden en hoe het hoorde. Dus dat is wat Gianni ook tegen mij zei. Van, she didn't give a fuck what people thought of her. So why should you make this book? En toen zei hij, wat je wel zou kunnen doen, is een boek maken met haar brieven. Want zij schreef mij, ze schreef mij brieven, maar ze heeft Gianni 30 jaar lang brieven geschreven. Ja. En hij had al die brieven bewaard. En hij zei van, misschien moeten we daar iets mee doen. Misschien als ik de mooiste zinnen en de mooiste quotes uit die brieven selecteer, dan kunnen we misschien daar iets mee
gaan doen. En dat idee is dus, ja, ik denk 3 jaar geleden ontstaan. Ja. En toen ben ik daarmee aan de gang gegaan. En daar is Running Before the Wind uitgekomen. Dus echt, Gianni heeft gewoon eigenlijk alles van haar bewaard. Is, al die brieven. Alle brieven heeft hij. Ik heb dit, dit is het boek wat ik met hem gemaakt heb. Ja, laat zien. Running Before the Wind met nou, mijn foto's en quotes van Fali. Ik had Fali ooit had ik een boekje, een klein boekje van zelf een boekje gemaakt met de foto's toen ik de foto's gemaakt had bij haar. Ja. Heb ik dat boekje aan haar opgestuurd en gevraagd of zij er wat bij wilde schrijven. Dus dit oh, is leuk. Een heel persoonlijk ja. boekje van alle foto's van alle dieren en alles wat ik gefotografeerd heb, haar gefotografeerd heb. En zij. Wat een handschrift, hè? Ja, ja, precies. En dat, dus we hebben voor dit project heb ik ook dat handschrift, dus die teksten die zij erbij ja. heeft geschreven, die zijn hier ook gebruikt. Ah, dus mooi. Voor deze foto ja. schrijft ze: Putting on my wall paint, essential to a warrior queen. Zo zag ze zo voelde het voor haar. In jouw foto's, wat me heel erg opvalt, is dat je best wel dicht bij haar kwam. Best wel dicht op de haar. Ja, maar er was duidelijk een klik. Ik kom heel goed met haar. Ja. Het was ook iemand, als je je niet mocht, dan was het ook klaar. En als je je wel mocht, dan liet ze je gewoon toe. Ja, en was heel loyaal. En dan hoorde je erbij gewoon. Dan was het, ja, het was, hoewel, ik moet wel zeggen dat ze het boek zijn twee cahiers eigenlijk met mijn foto's en de... En de quotes uit de brieven die ze aan Gianni stuurde. En een vriend van mij die las de brief en die zei van... Ja, ze was... het was wel een misantroop eigenlijk. Want ze schrijft eigenlijk heel negatief over mensen. En dat is ook wel zo. Ze voelde zich veel meer verbonden met de dierenwereld dan met de mensenwereld. Ja. Daarom heeft ze... Dat is wat ik wel in haar bewonder. Dat zij, ze had dus meer connectie met dieren en met... En eigenlijk heeft ze de eigen, wat ze noemde, de kingdom by the sea. Haar eigen dierenrijk gecreëerd met al die... En het was echt ongelooflijk hoe ze heel daarmee puur. Omging. Ja. Hoe zij met die dieren... Ze had ook veel meer band met dieren dan met mensen. En het bijzondere is dan, als je dat hebt, dat je dat... Nou ja, dat je dat creëert, dat je dat doet. Ja, ze leefde ook samen met Foxy, hè? Haar vosje. Foxy, ja, ze heeft, denk ik, een jaar of 7 heeft ze Foxy gehad. Ja, was heel belangrijk voor haar. Dat was echt haar kind. Foxy was... Foxy was haar kindje. Zij was de moeder. Ja, ze had geen kinderen. En ze had wel een miskamer gehad, maar ze had geen kinderen. Maar ze was eigenlijk de moeder... Van die kinderen. Van die dieren. En er is ook één een foto die ik van haar gemaakt heb met Winnie, die schildpad. En dan schrijft ze: Winnie, my tortoise, who has outlived 3 owners and 2 husbands, and like her mother, that's me, has been round the block and there and back many a time. En wat bijzonder is, want eigenlijk heb ik ook een beetje droevig nieuws te melden. Oh. Winnie is overleden een paar weken geleden. Winnie was de enige... Ik heb 20 jaar geleden die foto's gemaakt. Ja. En al die dieren en de honden en de katten. En die zijn in de loop van de tijd natuurlijk allemaal... Overleden, ja. Er is niemand meer van 20 jaar geleden. Alleen Winnie. De schildpad was er wel altijd, nog, ja. Dus als ik er kwam, dan maakte ik altijd foto's van Winnie. Want Winnie was er altijd. En Winnie is... overleden. Hij is niet in de wieg gesmoord. Hij is denk ik 120, 130 geworden. Dus dat is, ja, want Fali zei altijd dat Winnie die was... zij zei van ja, hij is meer dan 100 jaar oud. En dat is al... Zij is al 20 jaar... Wauw. Dus waarschijnlijk is Winnie 120, 130 geworden. Dus, en ook heel lang bij Gianni geweest. Dus, want die woont voor daar Gianni nog. Was het ook. Want die was dat... Winnie was de survivor die alles heeft meegemaakt, ook de hele periode. En die hoorde ook nog bij Fali. En ze hoorde bij Fali. Dus voor hem was het, is het een heel treurig iets dat ze niet meer is. Dus hij heeft nu een aantal gedichten geschreven. En ik heb Winnie in de loop van de jaren gefotografeerd. Dus we gaan een boek maken, een boekje, een hommage aan Winnie gaan we maken. Een klein boekje. Wat mooi. Met de gedichten van
van Gianni. Ook wat teksten van Fali. Ook wat tekeningen van Fali. Want ja. Fali heeft Winnie ook getekend. Ja. Dus in sommige van de tekenen komt Winnie voor. Die worden ook gebruikt in het boekje. En ik weet niet of ik het kan laten zien. Ja, er zijn... Hier staat een... van twee tekenen, ook in de memoir, de biografie van Gianni. Van Gianni. Er staan ook een paar tekeningen en er staan twee tekeningen waar Winnie ook in voorkomt. En ik kom erop omdat jij het over Foxy had. Golden Flower, dat is een tekening die is opgedragen aan Foxy. Want die heeft ze gemaakt naar aanleiding van het overlijden van Foxy. Dus je ziet, het is ook, eigenlijk zijn het zelfportretten die ze maken. Want je ziet Fali en je ziet Foxy, die is overleden. Maar je ziet ook Winnie, die opkijkt naar... Nou, en nu zijn ze allemaal... En er is nog een andere schilderij, een tekening, die ook... Die verbintenis laat zien. Stella Maris, die is opgedragen aan Winnie. Dat is deze tekening. En dan zie je heel klein beneden, zie je Winnie ook... In de tekening. In de tekening, Winnie zit hier. Deze is naar... Maar je avontuur eigenlijk met Fali en Gianni, dat eindigt dus niet. Jullie gaan een vervolg maken. Nee, maar dat is met alles zo, vind ik. Alles wat je doet, wat je onderneemt, dat heeft ook weer iets tot gevolg. En in dit geval is zij toch wel heel bepalend geweest voor mijn verdere, wat ik verder gedaan heb. En ik heb heel veel mensen die ik dankzij haar ontmoet heb en waar ik nog steeds... veel contact mee heb. Dus dat is inderdaad heel belangrijk voor me geweest. Ja, en nu jij zo al deze avonturen hebt beleefd, hè, als fotograaf, als jonge fotograaf, kwam dit op jouw pad. Hè? Ja. En je zei net, ja, je moet die boot niet missen, je moet erop stappen. Heb je nog een tip voor fotografen of iemand anders die denkt, oh, ik zou die droom willen pakken? Nou ja, doe het natuurlijk. Gewoon doen. Het is een cliché, maar inderdaad, als je een droom hebt, moet je het doen. En Fali is wel iemand die laat zien dat dat kan. En hoe je zo'n droom pakt. Als je niet zoveel met mensen hebt en veel meer connected met animals bent. En de dieren. Dan, wat zij gedaan is heel bijzonder. Zij is ook de vallei waar ze woonde en waar Gianni nog steeds woont. Die is ook geadopteerd door het Wereld Natuurfonds. Dus het is beschermd dankzij haar dat heeft ze ook bemoeienis ermee. Is het Wereld Natuurfonds heeft het... geadopteerd en er staan ook bordjes dat het is beschermd door het Wereld Natuur. Zij heeft dat geregeld, zij heeft dat gedaan. Ze was eigenlijk de tijd ver vooruit. Het blijft een hele bijzondere vrouw. Ja, ze vechten echt voor onze natuur. Dat is ook wel nodig. Voor de dieren, ja. Voor de dieren, precies. Ja. Ze stelden de dieren boven de mensen. Ja. Ja. Hey Marco, wat een verhaal. Ja. En ik wil je eigenlijk bedanken hiervoor. En ook vooral ook om zo je droom te pakken en je passie te achtervolgen. Ja, dat is het. Dat, als je iets wil doen, doe het. En vooral ook dan iemand die je bewondert om daarnaar te kijken hoe zij dat dan ook heeft gedaan en haar pad heeft gevolgd. Ja. Nou, dank je wel. Ik ga je zo ook nog een cadeautje geven. Maar ik wil eerst nog wat zeggen tegen de mensen die zitten te kijken. Ja, we gaan niet één keer zo online een inspiratie lezen, maar ook onze volgende zal online zijn. Want die is al 29 april en die is met BAM. Het zijn Joan en Lucien van Dance Solution. Zijn hip-hop dansstudio. Maar ook heel gepassioneerd, maar vooral ook in het maken van hun eigen duurzame label. En hoe je daarmee bezig kan zijn. Dus de natuur zit daar ook wel sterk in. Muziek en dans is een band met Fali. Met Fali, zeker weten. Als je nog vragen aan ons hebt, geef ze gerust, stuur ze gerust door onder onze YouTube-link of waar je het ook ziet. Marco, ik wil jou heel erg bedanken. En ik heb een klein cadeautje voor je. Voordat je hem geeft, zeg ik nog even één ding. Ik hoop dat je doorgaat met al je reizen. Ja, nou, nu even niet. Nu even niet in die rot corona. Ik hoop dat het snel weer mogelijk wordt. Ja. Het wordt vast beter, maar hierin kan je alvast alles verwerken. Dankjewel. En terwijl Marco zijn cadeautje uitpakt en je denkt thuis van... oh, ik zou zo graag meer willen tekenen, fotograferen of van film...
Verdiep je eens bij ons bij Influxus. Deze hele productie wordt gedraaid door jongeren van de filmwerkgroep. Dus pak je talent en je droom en kijk eens op de Fluxus site. En het valt er al uit. Dankjewel. Ja, nee, precies. Dat, ik heb heel veel met boek. Je ziet het. Met boekjes en met. Ik ga hier mooie dingen, mooie foto's. Ja, helemaal goed. En gebruik. Dankjewel. Gebruik het goed. Ga ik zeker doen. Dankjewel, Marco. Ja.